Ik ben heel blij dat wij hier vandaag samen met de Gezinsbond de tweede babyborrel kunnen organiseren. We mogen hier vandaag 62 kindjes verwelkomen die geboren zijn in 2009. Samen met broers, zusjes, ouders en grootouders vormen zij hier een heel leuke bende. Jullie zijn hier vandaag te gast met een goede 60-tal gezinnen. En ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is, een signaal naar iedereen in Mazij. Omdat het gezin op de allereerste plaats een locatie is, een plaats is waar dat er gemeenschapsleven opgebouwd wordt, waar wij elkaar leren kennen, waar onze zwakheden naar boven komen, maar waar we ook kunnen opbouwend werken met onze partner en ook met onze kinderen. Wat ik ook heel belangrijk vind is dat wij dit jaar samen met de Milieudienst en de Jeugddienst dit geheel organiseren. De Milieudienst stond in voor de boomplantactie en wij samen, bevoegd voor gezinnen, de dienst voor de gezinnen, hebben een ontbijt georganiseerd. Deze babyborrel heeft eigenlijk ook de bedoeling dat we diverse diensten samenbrengen die iets kunnen betekenen voor de jonge gezinnen. Met name kind en gezin, de opvoedingswinkel, de bibliotheek is aanwezig, de sportdienst hebben we, Robbedoes. Eigenlijk te veel om op te noemen. De babyborrel heeft vooral de bedoeling om de mensen samen te brengen, maar ook om leuke contacten te leggen met de jonge gezinnen.